Het financiële verkiezingsdebat met de financiële experts van 8 landelijke politieke partijen is georganiseerd door Faculty Association Asset in samenwerking met Tilburg University. In deze video geven de financiële experts elk een korte quote over het financieel-economisch beleid voor de toekomst. Na de verkiezingen wil D66 allereerst de begroting op orde brengen. De staatsschuld is inmiddels 400 miljard euro. Dat kan zo niet langer. Maar we moeten net zo belangrijk aan de slag met hervormingen. Hervormingen op de woningmarkt, de hypotheekrenteaftrek beperken en de huurmarkt vrijer maken. En de arbeidsmarkt, de WW verkorten en eindelijk dat ontslagrecht aanpassen. En tot slot Nederland groener maken. Vervuiling belasten en investeren in nieuwe energie. Door nu aan de slag te gaan met de hervormingen die zorgen dat we in de toekomst weer groei en banen krijgen, maken we Nederland echt sterker. Om sterker uit de crisis te komen, moeten we 3 dingen doen. We moeten investeren in die zaken die de economie vooruit helpen, zoals nieuwe wegen of goed onderwijs. We moeten ervoor zorgen dat we de belastingen fors kunnen verlagen, met name de belasting op arbeid. En om het geld daarvoor bij elkaar te brengen en de overheidsfinanciën op orde te brengen, zullen we voldoende moeten bezuinigen. En precies dat doen we ook allemaal met het bezuinigingsplan van de VVD. Het bezuinigingsplan van de VVD zorgt ervoor dat we de meeste nieuwe banen creëren in Nederland. Dat we dat doen met slechts heel bescheiden gevolgen voor de koopkracht. En dat we de economische groei in Nederland de komende jaren op peil houden. Dat is de manier om sterker uit de crisis te komen. Goedemiddag. De PVV zou na de verkiezingen als eerste de economie willen stimuleren. We zitten in een diepe crisis. Het tekort loopt gigantisch uit de hand. En daarom zegt de PVV, stimuleer de economie, zorg dat de werkgelegenheid komt, zorg dat de groei komt en zorg dat de banen komen. In ons verkiezingsprogramma doen we dat dan ook. Wij laten zien, conform het Keynes-principe, dat de economie gestimuleerd moet worden en dat we daardoor uiteindelijk veel minder hoeven te bezuinigen, dankzij die stimulering, dan andere partijen doen. Daarnaast wil de PVV zo snel mogelijk uit de euro. De euro is een mislukt project. We zien het nu. Griekenland, Spanje, Italië, allemaal hebben ze er last van. Allemaal zitten ze gevangen in een te dure euro. Ze kunnen hun economie niet stimuleren, ze kunnen niet devalueren. En dat zou hoog nodig zijn in die landen. De euro is wat dat betreft is geen geld, maar kost ons geld. En daarom zegt de PVV zo snel mogelijk uit die euro en ter gulden terug, zodat we weer baas worden over onze eigen munt en zodat we weer baas worden over onze eigen grenzen. Sterk en sociaal de crisis door, dat is ons motto voor de komende jaren. Ons programma is sterk omdat we de begroting op orde brengen en omdat we anders dan andere partijen niet met de rug naar Europa staan. We zijn sociaal omdat ons pakket de lasten op bedrijven niet verhoogt en ook niet de lasten op gezinnen. We beschermen de koopkracht en we laten mensen geleidelijk wennen aan de hervormingen die ons te wachten staan. Dat betekent dat we volgend jaar niet studenten zullen confronteren met een langstudeerdersboete. We confronteren oudere mensen niet met een plotselinge verhoging van de AOW-leeftijd. En we schaffen het ontslag echt niet af. Wat doen we wel? We brengen geleidelijk de AOW-leeftijd omhoog. We zorgen voor een eerlijke hervorming van het ontslagrecht. En we brengen de woningmarkt op orde. En bovenal, we staan niet met de rug naar Europa. We gaan een constructieve oplossing zoeken in Europa voor deze crisis. Het belangrijkste dat er moet gebeuren om de financiële crisis aan te pakken, is dat we de oorzaak aanpakken. En die ligt in de financiële sector. Dat betekent dat we in eerste instantie de financiële sector zullen moeten hervormen. Daarnaast moeten we in Europa werken aan groei. De SP stelt een stimuleringspakket voor van 3 miljard, waarin we investeringen naar voren halen. Daarnaast zorgen wij ervoor dat de koopkracht niet wordt afgeknepen, zodat we samen op een sociale manier uit de crisis kunnen komen en kunnen zorgen voor groei. Voor het CDA is van belang dat we mensen op korte termijn weer duidelijkheid en zekerheid geven, vooral over hun baan en over hun inkomen. Daarom zetten wij in op loonmatiging, maar ook op lastenverlichting voor werkende gezinnen en voor bedrijven. Daardoor stijgt de werkgelegenheid al op korte termijn in de private sector en op lange termijn met 180.000 banen. Dan kan ook de economie weer gaan groeien. Zal ook het overheidstekort weer afnemen. Daarnaast zetten wij zwaar in op hervormingen van de arbeidsmarkt, van de woningmarkt, van de zorg, om de kosten in de hand te houden en de beweging en de dynamiek op die markten weer op gang te brengen. En op die manier werken we aan een sterker en ook een sociaal Nederland.
Het allerbelangrijkste is dat we zodanige maatregelen nemen dat Nederland sterker uit de crisis komt en ook vooral een volgende crisis voorkomt. En de manier die wij daarbij voor ogen hebben is het verduurzamen van onze economie. Dat betekent in termen van geld meer belasten van milieu, vervuiling, grondstoffen en fossiele energie en minder belasten van arbeid, met name in de lagere schalen van inkomstenbelasting. Wat dat doet met de economie, dat is heel bijzonder en dat heeft het CPB met zijn doorrekening onlangs ook aangetoond. GroenLinks schept heel veel banen daarmee, scoort heel hoog op het terugdringen van broeikasgassen en het versterken van onze biodiversiteit en ook onze koopkracht kan daarmee behoorlijk in stand blijven. Maar het allerbelangrijkste is en blijft sterker en dat is dus duurzamer uit deze crisis komen. Na de verkiezingen op 13 september zou wat ons betreft prioriteit moeten krijgen dat we de staatsschuld echt nu gaan terugdringen, dat we begrotingstekort binnen de perken gaan houden. We kunnen niet de schulden door blijven schuiven naar andere generaties. Dat betekent ook dat we hele concrete hervormingen moeten nemen. Bijvoorbeeld op het terrein van de woningmarkt. Deze functioneert nu niet en als we zo blijven doorgaan, dan loopt het compleet vast, waardoor starters geen woningen meer kunnen vinden en huizenbezitters niet meer kunnen doorstromen, wat ook heel slecht is voor de economie in het land, bijvoorbeeld op het terrein van de bouw. Dus wat ons betreft, eerst ook zorgen dat het begrotingstekort op orde komt, daarna ook een aantal belangrijke hervormingen doorvoeren op de woningmarkt, in de zorg, op de arbeidsmarkt, om op die manier te zorgen dat de overheidsfinanciën straks ook op orde zijn voor volgende generaties. Nou, waar met name de PvdA altijd een goed antwoord op.